Ook op de bibliotheek gaan te fors bezuinigd worden. Wat zijn daar de consequenties van? Nou, de consequentie is dat wij, als je dit echt doorzet bij 1 januari 2021... weet ik niet of wij nog kunnen garanderen dat de bibliotheek overeind blijft. De kans is reëel dat we omvallen. Financieel. Dan kun je hier geen boeken meer lenen. De kinderen op school krijgen geen leesbevorderingsprojecten meer. Mensen worden niet meer geholpen met problemen van laaggeletterdheid of digitale achterstanden. Er komt een prachtig mooi gebouw helemaal leeg te staan in de stad. Er zit een hypotheek op, er zitten rente, aflossing, afschrijving. En die moeten wij gewoon opbrengen. En daar gaat al een heel groot deel van de subsidie aan op. Maar wij hebben natuurlijk ook heel veel serviceverlening als het gaat om het beschikbaar stellen van studieplekken, het beschikbaar stellen van veilige computerverbindingen, cursussen op het gebied van de digitale overheid, cursussen op het gebied van lezen en leesbevordering. Wij lenen ongeveer 300.000 boeken per jaar uit. Ja, om wat dingen te noemen, er zijn hier spreekuren van Avedan voor de thuisadministratie, voor de vrijwilligersbemiddeling. Er zijn hier, Talenta zit hier, dat is een onderwijsproject voor getalenteerde jongeren met een taalachterstand. De weekendschool zit hier. Er zijn heel veel activiteiten. Iedereen die iets wil organiseren of zo, kan dat in samenwerking met ons doen. Ja. Nou, dan raak je grootste of bijna grootste publieksvoorziening kwijt. Mm-hmm. En weet je, die hoeft eigenlijk aan geen enkele Almelo uit te leggen wat de bibliotheek is en wat ze allemaal doen. Want daar zijn we echt bekend genoeg voor. We bestaan ook pas 100 jaar. Hè? Dus ik hoop echt ook dat de gemeenteraad met ons in gesprek gaat over wat is die bibliotheek nou, wat doet die nou en waarom is dat zo belangrijk. En ook het inzicht krijgt dat wij helemaal geen dure voorziening zijn. Want wij zijn eigenlijk een best goedkope voorziening. De stad is binnen de kostenkaart duurder uit zonder bibliotheek. Dat is mijn heilige overtuiging. Ja, en dan is nu het woord aan de gemeenteraad.